Hier komt hij. Oh, nee, nee. Kop hem. Iets. Ja, ik heb hem nog. Jij, oh, man. We moeten hem maken. Scheids, pingel. Ik kom al. Ah, wie is dit? Iniesta. Ja. Ah, hij is rechts. Ah, ah. Oh. No. Ik ken hem dit zo niet. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. En ik ben wederom hier met Koen Weiland. Yes, sir. Maar de vorige keer speelden wij tegen elkaar. Dat gaan wij nu niet doen. Je ziet het op je schermpie. Welkom bij Draft. Yes. Wat zeg jij? Draft of draft? Ik zeg draft. Toch wel? Jij bent draft. Meer van de Engelse kant. Zeg jij, wat is of draft? Of van de Brits-Engels? Ja. Kom op. Want je hebt Amerikaans-Engels en Brits-Engels. Draft? Draft? Welcome to the fuck draft, boy. Oh, vreselijk. Nee, joh, draft, man. Draft? Draft? Oké, okay, we gaan voor de draft. Want jij zegt draft eigenlijk. Eigenlijk draft. Dus dat is het wasmiddel. Net zoals het afwasmiddel. Gewoon een lekker draft. Wat een heerlijke intro trouwens. Mooi, gaan we voor. Hoe dan ook, inderdaad, we gaan onze krachten bundelen. Wij gaan onze krachten bundelen. Wat zullen we hier kiezen? Ik weet wat ik wil. Ja, ik denk dat jij zegt 3-4-2-1, of niet? Nee. Niet? Nee, ik haat 3 verdedigers. Oké, okay, wow, sorry. Nee. Dan deze, denk ik, wil jij, of niet? Ja, 4-3-3 ben ik voor. Ja, zeker. We hebben onszelf wel een soort regeltje gegeven. Dat is een goede segue, wat je daarop noemt, Koen. Ja, ik probeer een beetje te helpen met de opname. Nee, het is inderdaad, wat wij gaan doen is de alfabet challenge. Dus je ziet hier dan een paar namen voor je. Maar het punt is, wij mogen maar eigenlijk spelers kiezen van de letters A tot en met M. Dus de eerste helft van het alfabet. Dus de tweede helft van het alfabet valt dus af. Dus bijvoorbeeld zie je daar Suarez. De S valt in de tweede helft van het alfabet. Dus die mogen wij dan niet kiezen. Maar waarom dan de eerste helft? Gewoon omdat Don en Koen de Don, in de K. Don, Koen, ja, dat is dat had niet per se een andere reden dan dat. Je moet toch wat, hè? Ja. Dus eigenlijk mogen we hier alleen maar kiezen Messi, Alba of Baines. Ja. Wat zeg jij dan? Ja, maar kijk, die Messi, het is een 94 rated. Ik weet, er zijn veel hogere rated dan dat. Zeker. En dan neigen we eigenlijk ook gelijk naar de BBVA. Ja, daar heb jij een schurfthekel aan. Dat heb ik al echt in het uurtje, zeg maar, dat ik hier nu ongeveer bij jou ben. Dat wel heel vaak te horen gekregen. Dus eigenlijk blijft er dan maar één iemand over en dat is Baines. Dat is Baines. Aan jou de eer? Kan jij het... Jij kan het doen. Ik kan het doen. Oké, is goed. U noemt, ik... Baines. Baines. U zegt, ik draai aan het rad. En, Baines. Baines, oké. Oh, ze zijn... Hij wordt daar neergezet! Wat is dat voor onzin? Okay. Ja, maar dat is dus hetzelfde. Want als we BBVA gingen, dacht ik Alba. En dan wordt hij dus ook daar neergezet. Ja, sick. Wat kut. Geen dom. Hé, hey, Insigne. Dat is een kekke jongen. En dat is wel leuk. Oh, wacht, we hebben... Oh, Insigne, ja... Ze pas toevallig staan ze allebei eerst zelf van het alfabet. Maar ik heb er dus helemaal niet aan gedacht bij Immobile. Oh nee, ik ook niet. Sick. Holy shit, het is gewoon compleet vergeten. Toevallig zijn ze allebei een I. Ja, oké. Okay. Nou, dan komen we er goed mee weg. Want we waren onze regels al gelijk vergeten. Helemaal vergeten. Hoes. Oh, dat zijn goede jongens. Okay, deze mag. Hulk mag nog. Deze ja, maar ze weten niet waar je naar wijst, hè? Nee, oh, dat is waar. Goede tv-maker ben ik, hè? Ja. Quadrado mag, Costa mag. Hulk mag ook. Ja, ja, maar Serie A gebonden, Quadrado. Ja, dan wel. Costa is gek. Costa 89, ouwens. Ja, hij is gek. Dus laten we alsjeblieft. Oké, prima. Ja? We gaan voor de gekke Costa. Je moet soms ook een beetje... Ja, nou, lekker wild. Leuk. Ja, leuk. Spontaan. Wow. Hey, Iniesta, hoe is het? Wow. Je komt een goede... Wow. Zo. Wow. Oh, dan heb je die 95 Godino. Oh, en Alaba in vorm. Oh. We mogen iedereen behalve Thiago Silva. Je Godin 98 verdedigen, are you crazy? Als we ergens voor willen gaan qua 191 foot drop. Ja, fuck dat. Oké, fuck dat. Het is de alphabet challenge. Ja, dat is waar. De alphabet challenge. Kijk. TZPPO. We mogen hier niemand van? Ja, maar oké. Daar hadden we nog eigenlijk helemaal niks over gezegd. Wat nu dan? Hebben we dan niet gewoon vrij keus? Want nu kunnen we... Je kan niet overslaan. Nee, dat is waar, man. Dat is waar. Dus ik stel gewoon voor vrij keus. Oké, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. Ja. Het is best wel een belangrijke keuze eigenlijk. Hé. Kijk, maar Royce is ook... Oh, dat is weer allemaal... Oh, dat valt er buiten. Dat is weer allemaal er buiten. Ziek. Ja, inderdaad. Dus mogen we weer kiezen. Dan hebben we weer vrij keus. Ah, daar heb je hem weer. Hé. Kijk, Robert. Oh, en dat is een L. Dat kan net.
Ja, dat kan. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik wist geen eens wie er nog meer stond. De Duitsers worden er blij van. Precies. Cool. We gaan voor die Duitse Leute. Okay. 178. Dat kan beter. Dat kan beter, maar we hebben wel met een regeltje. Hè? Ik bedoel, we hebben echt wel veel goede spelers laten liggen. Lekker hoor. Oké. Eerste tegenstander. Zit ik nog goed in beeld? Zoé. Wow, yo. Hij heeft het ook geprobeerd. Is het altijd met die zwarte achtergrond hier? Ja, dat is PC voor je. Oh, vage shit. Ik krijg er zoveel opmerkingen over, maar dat is gewoon een PC-foutje. Wow, ik ben rood. Jij bent blauw. Ja, ik ben blauw, ja. Het is wel handig om te weten. Oh, die bil is lang, hè, hier? Niet normaal, man. Ja, het is een gorilla, is dat. Een gorilla, ja. Team of the Year. Ik kom wel eventjes tweede paal. Oh, ik werd tegengehouden. Schijt. Ik kan hem nog hebben. Komt hij weer. Komt hij? Goed. Maak er wat moois van. Oh, oh mijn god. De grote open hoek. Sorry. Kosta, alsjeblieft. Mijn god. Kijk eens. Gerrit Salm. Zo, hij duurt hem even ver. Oh, wat doe ik? Ik tapte niet door. Ik denk, mijn duim heeft niet gedrukt. Oh, mijn duim doet niet wat mijn hersenen willen. Precies dat. Gerrit! Bijna. Maar dit is niet mijn spel hoor, gewoon eens goed. Oh nee? Oh, oké. Nou, dan viel ik even in mijn eigen spel, denk ik. Ja, jongen, die gast is helemaal nergens, man. Nou, goed hersteld. Dan zag je het zelf. En dan, Donnie speelt lekker meteen door. Dit gaat uitstekend door. Dit loopt toch als een trein, jongens. En dan Griezmann. Even met ik de actie. Ik loop met hem, Gerrit. Ja, sorry. Gerrit loopt nu weer diep. En nu op rechts hebben we nog iemand diep. En dan mag je hem afmaken of weer afleggen. Afmaken. Natuurlijk, Donnie! Dat is hem. Donnie lekker, van hoor. De Beek is er niet bij. Maar wel Donnie de... Ja, gewoon Don. Gewoon Don is prima. En waarschijnlijk heeft hij nu nog 3 van die sterren spelen. Waarschijnlijk had hij een Navas in. Ah, hij is weg. Dag. Hij is onder de indruk van ons, jongen. Dat denk ik ook. Ik hoop tenminste in ieder geval niet dat het... Nee, we hebben de winst. Dat is mooi. Dat is lekker. Natuurlijk. Heeft hij ook in zijn ploeg? Nee, Lewandowski. Hij heeft wel 98. Een fucking mooi team, hoor. Hij is, jij wordt daar enthousiast ja, van. Ja, ik heb al zoveel matige 98 spelers Robert. Gezien. Ja, maar ik heb zoveel matige spelers in die, al in die basiself van hem gezien. Opsa, daar gaan we dus even niet langskomen. Klasse. Jammer van de scheidpaas. Wat doet die gast? Hij doet niks. Hij is er niet of zo. Hij is afwezig. En 1-0. Ja, dat is 1-0. Wat? Zat hij? Hij zat! Maar wat? Fuck, precies op het moment! Ja, maar deze guy doet niks! Hoe kan dat? Waar gaat dit over? Dit is helemaal niet geen leuke video zo. Nee, dit is kut! Maar daarentegen wel gratis pakketjes voor mij aan het eind. Nou, gratis, ik heb wel 300... Help ik je heel graag mee. Ja, oké, volgende keer ga ik naar jou toe. Ik ga op jouw accountje ook dat ja, doen. Ook ja. Oh! Heeft hij divisie 1 gewonnen met Ultimate Team? Ja. Oké, dat is het dingetje. Dus? Deze man is een strijder. Hij heeft een goed team. Hij heeft een goed team. 189 rated. En die Vermalen staat er voor mijn gevoel ook alleen maar omdat hij bij Barcelona speelt. Ja. Waarschijnlijk komt daar nog wel een iets betere verdediger. Mocht ik heb zo'n gevoel dat in deze pot, dat we nu niet binnen 10 minuten klaar zijn door een rage quit. We gaan het zien. Ik bedoel, ik heb ook een 191 draft heb ik met 8-2 verslagen. Dus dat... Hij heeft ook divisie 1 gewonnen. Ja, oké. Hij zal niet slecht zijn. Was het op PC? Zo, die sliding zou je bedoelen. Wat doet hij? Nee. What the fuck? Wat zijn dit voor mensen, man? Hoe? Wat? Oké, geen winst, gelukkig. Maar wat is dit allemaal? Ja, nee, maar dit is PC voor je. What the fuck? Gekke mensen. Wat zitten er voor mensen op PC FIFA te spelen? Ja. Sorry. Wat? Doe jij dit ook? Nee. Kerel. Maar, ik bedoel, je hebt Divisie 1 gewonnen. Je hebt zo'n line-up. En dan ga je dat doen. Ik snap oprecht niet waarom ze het doen. Ik ben toch bang dat hij gaat leven. Hoe kan dat nou dan? Ja, ze drukken op start en ze gaan weg. Ja, goed. Ik ga linksaf. Oh, dit was... Ik dacht, jij gaat... Oh, nee, het zou... Nee, what the fuck? Goed. Nou. Wederom. En deze gast gaat leven. Ja? Ik kan het je zwart op wit geven. Maar kijk daar, hij heeft geen linkjes. Hij gaat leven. Bill heeft ze achter. Hoe is het? Ah, trap op mijn poten. Op je enkels. Oh. Nee, ouwe, what the fuck? Ik snap dit niet. Dit. Is een ziek team. Is een leuk teampie. Kijk wie er in de spits staat. Hij heeft vertrouwen in Tony. De traagste Duitser van het spel. Nou, Schweinsteiger is ook pittig traag, hoor. Okay. Oh! What the fuck? Dat was wel mooi synchroon geoot.
Moeten we vaker doen. Ja. Hij zet een keeper in de spits. Ah, nee, in voor het doel. Voor Starker, ja, oké. Okay. Want hij had Starker? Ja. Hij heeft gras gezien. Daar hebben we het nog over. Hey, maken! Of afgeven! Wat doe je? Ah, allebei niet! Doe het! Het had moeten lukken. Ik zei maken of afgeven. Hij kan hem maar zo inschieten. Oké. Okay. Ah, ik doe het allebei weer niet. Ja, rennen. Zo. Hoe deed je dat op je linkerpoot dan? Hij is links. Hij is links? Ja, hij is links. Maar hij lag voor je rechter, leek wel. Ja, hier iets. Ja, nee, het was echt zo'n half-half. Dat is een lekker gidsje. Je krijgt hem weer mee. Dat is lekker. Zo, nee. Aan de beademing. Ga naast zo'n Alonso zitten of zo. Ik zal gewoon genieten van onze aanval door de as. Oh, oké. Okay. Ik denk die man heeft een astma-aanval of zo. Ik zat gewoon te genieten. En nu, hier, we tikken zo lekker. Er wordt lekker getikt. En nu, hoog. Ja, 10 van 15 stel. Oh, alsnog. Voor de goal, voor de goal. Ja, ik doe het. Ja, doe het. No. No, wat een heerlijke bal. Zit jij ook een beetje te genieten? Of? Ik zit volwaardig te genieten, ook al is dit hok volwaardig stinkend heet. Oh man, ik wil het zelf niet zeggen. Ik wil geen kritiek hebben op jouw hok, maar... Nee, het mag gezegd worden. Het zou niet gaar zijn, ja. Ik wil niet zelf gaan. Ik wil gewoon nog even doorsteken. Ik heb het ook niet goed gedaan. Man! Oh! Dat was hem wel, dat had hem moeten wezen. Maar Thiago weet gewoon niet hoe hij moet schieten. Hey, hoe slecht onze eerste 23 minuten waren, zo heerlijk vind ik ons spelen sindsdien. Zo. Het bos in en Gerrit gaat naar rechts. Gerrit krijgt hem mee, maar hij is dat? Mehdi. Mehdi. Oh. Hey, Frode. Gaat hij het nu doen? Wat doe je? Ik wil hem gewoon afgeven, ik wil het niet zelf. No! Ik wil het gewoon niet zelf doen. Doe het. Doe het zelf, je mag het doen. Okay. Strijk de eer op. Okay. Laat Casillas werken. Okay. Dat was de eerste helft. Ja. Ah, joh. Ah, die man is gedomineerd. Hij is helemaal gedomineerd. Hebben we nog wissels die er... Ik weet niet of jij nog wat water wil pakken. Jij? Zal ik het voor jou doen? Nee, het hoeft niet. Straks, na deze pot. Wissels hoeven niet. De mannen zijn lekker aan het werk. De mannen doen er gaat zo'n rattenhoofd in. Als je nou even had gezegd dat je echt goed was in FIFA, dan was ik al veel eerder naar je toe gekomen. Oh nee, want je reageert nooit op mijn wissels. No. Ja, oké. Okay, en terecht, want er zijn veel belangrijkere dingen dan een mail van mij, maar daar gaat het niet om. Als je dat had gezegd, ik had gewoon niet verwacht dat je zo goed was. Dat bedoel ik hier eigenlijk mee te zeggen. Dat het is gewoon wederom een compliment. Ja, kut. Waarom deel ik zo veel compliment? Ik ben veel te generous. Zeker, ja, dat is een dood. Oh, kom erbij. Kom er nu bij. En het schot! En de goal! Dat is de juiste. Dat zijn de 10 goals. Heerlijke timing te passen. Grollige grapjes. Kijk, je zat gelijk met die gallery play. Ik denk, oh, nu moet ik ook gewoon in mijn eentje er doorheen dribbelen. Ging gelijk fout. Gallery Bill? Oh. Ja, dat is een leuk woordgeintje. Ja, is superleuk. Ja, ik probeer genieten. Ik ben helemaal niet grappig, maar ik... Naast jou probeer ik het. Ik weet niet, die druk is gewoon zo hoog om grappig te zijn. Ja, mijn druk is zo hoog om goed in FIFA te zijn. Lukt allebei niet. Oh, Griezmann. Ja, wat is dit? Wat doe je? Ja, oké. Okay, ik ben erbij. Ga hem uit. Oh, wat ga je doen? Hier. Tik hem! Zo, de haat. Is dat gallery play? Dat is flinke gallery. De druk was hoog. Als ik hem verloor, dan zei je echt van, what the fuck doe je? Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar die balrol dat je daar nog net mee wegkwam. Het moest snel gebeuren. Kijk eens, alsjeblieft. Dit kleine beetje entertainment wilde ik jullie ook geven. Kijk, gallery play. Hij gaat nu hatelijk weg. Ja, hij gaat nog een beetje met hem. Oh, hij gaat dansen. Die Spaanse man weet hoe hij moet dansen. Doe het. Goeie bal. Kom op, nu wil ik hem echt maken. Nee, je komt... Oh, nee. Kop hem. Iets. Ja, ik heb hem nog. Jij, oh man. We moeten hem maken, scheidspingel. Ik kom al. Ah, wie is dit? Dan ben jij er weer. Ah, hij is rechts. Oh. No. Ik ken hem dit zo niet. Alsnog? Nee. Okay. We weten dus. Maakt niet uit. Jammer. Dit is een ander team. Ik zie alleen maar rood. Echt, hè? Het is huilen. Stuk of... Nee. Dit is de finale. Nee. Gaat hij mijn eigen goal maken? Ja. Waarom? Ja, welkom bij fucking FUTDRAFT. Jongens, de climax van dit filmpje is echt top. Wederom aanwezig. What the fuck? Oké, maar de eerste hebben we gewonnen. De tweede was een snelle goal, maar dat was omdat die guy niks deed. De derde was wel gewoon een wedstrijd. En de vierde ook niet. What the fuck? Misschien dat de climax dan zit in het pakket of zo. Ik hoop het. Oké, laten we eerst de lane speler doen. Die had je nog, hè? Ja, die had ik nog. No, wat een gekke man! Wow! Hey! Climax! Het is niet alsof ik die al had of zo, hey! Wat voor moois bevat dit? Oh?
Ik dacht bijna een David Silver, maar dan krijg je zo'n scheidgarcia. Volgend groot pakketje. 18 zeldzaam. Weer CV. Nou, Griezmann, huppakee, klik maar door. Hé, hey, Fred. Fucking Fred. Ja, dit is echt jammer. Dit had jij hoogstwaarschijnlijk niet verwacht toen je hier naartoe ging. Nee, ja, wij hebben natuurlijk al tegen elkaar gespeeld natuurlijk voor die andere video. Maar, inderdaad, wel jammer inderdaad dat zelfs in die finale, ja, dat weet hij natuurlijk niet dat wij in de finale zitten, maar inderdaad, man. Je hoopt toch even die vierde ronde zelf te verdienen, weet je wel? Ik denk dat een einde wel zo tof is. Op zijn plek is. Koen, bedankt voor het meedoen. Jij bedankt. Ik ben in elk geval heel blij dat we het in elk geval alle vier de rondes hebben gewonnen. Dat sowieso. Maar dat was ook wel te verwachten met de voormalig Nederlands kampioen van Nederland in FIFA. Je kanaal? Mijn kanaal, Koen Weiland. Koen Weiland. Linkje zal even hieronder staan. Die zal hoogstwaarschijnlijk in de beschrijving staan. Zo niet, tik me op mijn vingers, want dan ben ik lui. Thanks man, dat komt helemaal goed. Die staat er gewoon in. Vond je het daarentegen wel een vermakelijke video? Beloon het natuurlijk dan even met een duimpje omhoog. En dan graag bij de volgende FIFA-video. Juist. Tot ziens. Bedankt. Doei. Namens Don Juan. Gewoon Don. Juan Don. En is prima. Mezelf. Oké. Okay. Ciao. Doei. Oh, dit meen je. Dit meen je. Wie was dat? En je haalt hem eraf, hè? Heerlijk, wat een gouden... Je had hem er helemaal niet af moeten halen. Ik kan het nu nog annuleren. Ja, doe het. Omdat hij dat verdient.